zijn vandaag, zoals jullie zien, bij de Montessori-school, de Korf. En we zijn hier om meester Arjen, de gymleraar, te interviewen. Meneer Arjen Den Oudijke. Wat is uw functie op onze school? Ik ben de gymmeester van groep 1 tot en met groep 8 hier op school. En waarom bent u begonnen om gymleraar te worden? Nou, van kleins af aan vind ik het al heel erg leuk om te sporten. En ik wilde heel graag, nu ik ouder ben, wilde ik iets met sport gaan doen. En iets met kinderen. Dus was gymleerkracht op een basisschool was een logische stap. Oké. Welk sport of spel vindt u het leukst om te doen? Om zelf te doen vind ik voetballen het leukst. En om te geven tijdens de gymles vind ik eigenlijk alles wel leuk. Want dat is ook belangrijk, want anders vinden de kinderen het ook niet leuk. Oké. Zijn er ook activiteiten die minder leuk vindt om te gaan geven? Ja, ik vind bewegen op muziek, dansen, vind ik niet onwijs leuk. Want ja, ik kan zelf niet heel goed dansen, dus. Oké. Doet u buitenschool ook een sport? Ik zat altijd op voetbal mijn hele leven. Maar ik ben gestopt met voetbal omdat ik knieproblemen heb. En nu doe ik aan fitness. Oké. Welke avonturen, ook ambities of dromen heeft u voor in de toekomst? Poeh, dat is een goede vraag. Voor in de toekomst, ik wil heel graag trouwen, kinderen krijgen en nog heel lang gymmeester blijven. Wat vindt u het leukst om te geven? Zoals ik al zei, eigenlijk alles. Maar als ik dan echt moet kiezen, dan vind ik trefbal wel leuk, want dan kan ik lekker zelf meedoen. En welke groep vindt u het leukst van de school? Nou, niet de klas waar jij in zit hoor, Saviro. Dat is denk ik toch wel de kleuters. Die zijn zo heel eerlijk en die vinden alles wat je doet, vinden die leuk. Welke voetbalclub speelde u? Ik speelde heel vroeger bij WSE in Waddinxveen. Daarna bij Waddinxveen, ook in Waddinxveen uiteraard. En die twee clubs zijn vorig jaar gefuseerd tot ASW in Waddinxveen. Welke sporter is uw idool? Ik heb geen idool als sporter. Ik vind wel, kijk, als ik naar voetballers kijk, dan was ik altijd fan van Jaap Stam. Oké, de Nederlandse voetballer dus. Ja. Wat voor positie speelde u bij voetbal? Ik was centrale verdediger, dus dezelfde positie als Jaap Stam. Wat vindt u het moeilijkst of het lastigst uit te leggen bij gym? Het lastigst uit te leggen, dat zijn toch wel de turndingen, omdat dat heel technisch is. Bijvoorbeeld hoe je precies een salto moet springen, dat je moet letten op je kin op je borst, jezelf klein maakt. En dat is moeilijk om aan kinderen uit te leggen. En wat zou u liever niet willen doen bij gym? Wat ik liever niet zou willen doen bij gym? Nou ja, bewegen op muziek, zoals ik net ook al zei. En ja, verder is eigenlijk heel veel dingen zijn leuk met gym. En soms kan het niet, omdat je niet genoeg ruimte hebt. Maar eigenlijk kan bijna alles. Als je het wil, kan alles.